Ja, ze heeft laatst gezegd dat ze hoogsensitief, dat is zo'n zwever. Ja, 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 dat is zo. Ja, en onderscheiden zit natuurlijk ook in van, ken je jezelf zo goed op een gegeven moment, mm-hmm. dat je weet wat van jou is en wat van de ander is. Oh ja, mooi. Ja. Soms vind ik het ook gewoon grappig, ik denk, oh, Mirai, ben je er weer, ha. Ja, toch? Ja, ja, ja. Ik denk, oké. Did it again. Weer overgezegd. En dan ga ik heel eerlijk zijn. Toen ik jonger was, dacht ik, jezus, wat irritant mensen die HSP zijn. Erg, hè? Nou, eigenlijk, van die 20% mensheid die HSP is 50% man, hè? Nee. Ja, ja, ja. Kijk, maar nou zo'n man, hoor. Welkom, dames en heren, bezielers, bij Bezieling met Mireille, Spiritual Talk. We gaan beginnen en vandaag is topic hoogsensitiviteit. En mijn gast voor vandaag is Usma Faiz. Zij is geweldig, fantastisch, heel wijs en gaat ons meenemen in de hoogsensitiviteit, het thema, de kracht, de alles. Zijn jullie klaar voor? Let's go! En niet vergeten, het is natuurlijk wel een mukbang, ontbijt mukbang. Oes, wat heb jij gemaakt voor lekkers hier? Nou, ik ben altijd wel heel erg van healthy food, dus ik dacht, nou, avocadotjes kunnen niet missen. Lekker! Tomaatjes. Yes. Geitenkaasjes, oh, ja. Komkommer, kipfilet. Jongens. En, speciaal voor jou, ja. Ik dacht, doe iets traditioneels. Ja. Ik heb Pakistaanse roots, dus ik dacht, ik maak lekker een omelet met heerlijke Pakistaanse kruiden. Wow. Met kurkuma, met chili. Dus ik ga het nog eten krijgen. Ja, dat was nog niet warm genoeg. Ja, dat is al warm genoeg, maar heerlijk, kan niet wachten. Oh. Ja, oh, lekker, Oes. Hey, kan je kort even voorstellen wie jij bent? Ja, zeker. Ja? Ja. Nou, vertel. Nou, ik ben Usma Faiz. Ik ben 36. En ik kom uit Amsterdam. Ik werk voor het jeugdteam, voor de gemeente. En ik heb veel te maken met kinderen, jeugd en gezinnen. Die dus ook eigenlijk te maken met hoogsensitiviteit. Ik begeleid ze daarin. En daarnaast heb ik dus ook nog mijn eigen praktijk en begeleid ik mensen op het gebied van gezondheid en vitaliteit. Ja. Dus voeding, stress, burn-out, hormoonbalans en onder andere ook een stukje zelfliefde en ook weer hoogsensitiviteit. Mooi, dus, mooi gezegd. Ja. Nou, echt een powerhouse hier. Ze weten veel van af. Aan het einde hebben we ook nog twee boeken die we, die we eigenlijk, hoe zeggen we dat, waarderen en denken dat je daar misschien wat aan hebt. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, Oes, hè, ik had je toen gebeld voor een ontbijt mukbang, hè? Super lekker, we gaan echt zo lekker eten. En toen vroeg ik aan jou van, welke thema gaan we behandelen? Want ze kan over heel veel thema's praten, hoor, dat kan ik jou vast vertellen. En wellicht ga je haar ook wel vaak zien in mijn video's. En je hebt toch gekozen voor hoogsensitiviteit, waarom eigenlijk? Ja, omdat het één een thema is wat me heel erg aanspreekt. En daarnaast ben ik zelf hoogsensitief. En ik ben daar pas op latere leeftijd achter gekomen. En nu gezien ik het nu weet hoe het werkt en wat voor effect het heeft zoveel bevrijding ook. Ja. Om daar goed mee om te kunnen gaan. Dus het sprak me echt direct aan. Ja. Ik heb er ook echt iets mee en ja, ik werk er ook veel. Ja, mooi, hè? Dus omdat je het zelf hebt en dat je ermee werkt. En ik geef dat aan door wat ik heb meegemaakt, weet hoe ik dat meer mee om kan gaan. Ja. Is het een bevrijding en dat wil je ook graag bieden aan anderen. Ja, en wat ik andere mensen ook heel erg gun, want wat ik veel hoor en tegenkom, is dat hoogsensitieve mensen zich altijd anders voelen. Ja. Nou, toch een beetje onbegrepen of I don't fit in. Juist. En dat eigenlijk de kijkers, zelf als je niet hoogsensitief bent, dat je ook een beetje meer begrip krijgt voor wat is het nou? En en hoe komt het nou dat mensen dan zich anders voelen. Of zelfs negatief zien. Hè? Ja. En mensen die mij kennen weten mijn quote altijd. Trouw er niet mee, dans er mee. Wat ik daarmee bedoel is het volgende. Vaak krijg je, laat zeggen, een diagnose of een hokje of een kader, noem het maar even. Waar ik zelf niet zo van hou. En dan gaan we het bij elke zin zeggen. Ja, maar ik heb HSP. Ja, maar ik heb HSP. En de uitnodiging is, vind ik echt, niet je hebt HSP, je hebt kenmerken van. Ja. Dus in communicatie is dat al heel anders dan het ik heb. Hè? Dus gaan ringen omheen zetten. Dus jezelf erin vastzetten. Ja. Nee, ik heb kenmerken van. Dus dat is misschien een mooie uitnodiging om mee te beginnen. Maar wij gaan eerst even opscheppen. Huh? Ja. En aan de tussentijd ga ik even kijken wat ik eerst ga pakken. Ja. Nou, ik denk eerst toch echt die Pakistaanse. Lekker die Pakistaanse. Ik ga met je meedoen. Ja. En als jij mij even een glutenvrij broodje wil geven. Oh ja, glutenvrij broodje hebben we ook nog. Alsjeblieft. Ik neem even een koffiebroodje, jongens. Ja. Heerlijk. Heerlijk. Ja, en deze moet je ook echt proeven, Mirai. Want dit is een smoothie met banaan, appel en spinazie.
Love it. Het is echt mijn favorite. Dus cheers jongens. Even gaan roeren. Het is een beetje dik anders. Ja, dat wil even voor je leggen. Nee, ja, dat heb je goed gedaan. Super lekker. Ah, lekker. Je inspireert meteen om toch weer een smoothieapparaat te gaan halen. Lekker hè? Super lekker. Lekker, Oes. Ja. Hey, we hebben ons volgers gevraagd als ze vragen hadden over HSP. Nou, we zijn echt overspoeld. Ja, we zijn overspoeld, zeker. Overspoeld. En dat betekent dus dat dus best wel veel mensen ermee te maken hebben. Of je hebt het zelf, of in je gezin, je kinderen, want je werkt ook veel met kinderen, hè? Ja, jeugd. Kinderen, jeugd en gezinnen, dus ook met de ouders. Met de ouders, hè, want ze kijken naar de ouders natuurlijk als voorbeeld. Dus we hebben een aantal vragen. We kunnen ze niet allemaal behandelen, maar we gaan ze best doen. Ja, we gaan ze best doen. En we gaan natuurlijk ook vertellen persoonlijk wat we zelf hebben meegemaakt daarin. En ik ben ook heel benieuwd naar jouw verhaal. Dus als je vragen hebt nog extra, zet gewoon even hieronder en dan kunnen we misschien nog beantwoorden voor je. Ja, of als je een ervaring wilt delen. Oh ja, goeie. Ja, leuk. Of ervaring wilt delen, inderdaad. Misschien kunnen wij beginnen met onze eigen ervaring. Ja. Ik begin of jij begint? Jij bent bij mij te gast. Dus oh ja, ik ben wel bij haar te gast, by the way. Ja, fijn. Heel flexibel ben jij. Heerlijk. Heel leuk. Ja, HSP. Eerlijk gezegd, en dan ga ik heel eerlijk zijn, toen ik jonger was, dacht ik, jezus, wat irritant mensen die HSP zijn. Erg, hè? Ik vond vroeger mensen die hooggevoelig was of hoogsensitief was, eigenlijk niet zo fijn. En ik trok wel in mijn relaties heel veel mensen aan met HSP. En ik dacht altijd, waarom trek die nou aan? Jaren later kom ik erachter dat ik zelf HSP ben. Dat is interessant, hè? Dus ik ben dan geïrriteerd op iets wat ik eigenlijk zelf heb. En ik weet even niet hoe je het noemt. Voor de mensen die het wel weten, die mogen het even onder in de comments plaatsen. Je hebt namelijk ook, misschien jij het ook, HSP die wel hooggevoelig zijn, maar die op zoek gaan naar prikkels. Ja, HSS. Dankjewel. Attention Seeker. De pubseeker. Ja, maakt niet uit. Maar dat is dus ook een stuk van hoogsensitiviteit en dat heb ik. Dus ik heb constant, ben ik op zoek naar prikkels en nieuwe dingen, nieuwe stappen. Heel vermoeiend. Maar ook heel leuk, want ik vind ook dat het een kracht heeft. En dan heb ik een dochter van 13 en die is ook hoogsensitief. En aan mijn dochter zie ik gewoon dat ze, vooral als ze zo jong is, in het begin daar wat moeite mee had. En ik als ouder, door het zelf doorheen te gaan, kan ik haar meer uitleggen wat eigenlijk de kracht is. En hoe mooi het is en hoe je het kan balanceren. Dus ik heb heel veel ervaring in de relaties, in mijn eigen leven. Dat ik soms te veel dingen leuk vind. Soms ook dan de weg kwijtraak. Soms even niet meer weet. Soms heel onzeker ervan raak. En als je weer in balans raakt door jezelf wat tijd te gunnen. Want ik heb heel veel tijd dan nodig. En rust nodig en contact met de natuur. Dan gaat het weer. Dat is eigenlijk hoe het bij mij werkt. Ja. Hoe werkt het bij jou? Ja, bij mij werkt het eigenlijk. Ik herken heel veel in wat jij zegt. Mm-hmm. Ik heb de verschillen ook heel erg wel gevoeld. Op het moment dat ik tussen mensen in zit die niet hoogsensitief zijn. Bij mij komt vooral heel veel binnen. Ik kan heel erg snel voelen de sfeer in de ruimte. Ik kom ergens binnen, ik weet meteen, dit is dus de vibe die hier hangt. Wat ik ook wel heel erg voel, is hoe de ander zich voelt. Ik krijg dat ook terug van mijn omgeving, van mijn vrienden, familie, van jij voelt het hoe ik me voel en ik voel me altijd zo relaxed bij jou, kan ook mezelf zijn. Ja. Anderzijds herken ik ook wel weer wat jij zegt, van, dat je af en toe heel veel dingen tegelijk wil doen. Ergens zoek ik de prikkels dan weer op, omdat ik het ook weer gezellig vind en leuk vind. Juist. En inspirerend. Heel kenbaar. Maar anderzijds overprikkelt het me dus ook. En dan moet ik weer een stap terugnemen. Dus het is continu die dans en die balans. Ja, letterlijk. Wat kan ik aan? Wanneer moet ik weer terug gaan op de rem? En ja, weet je, ik heb in het verleden ook een burn-out gehad. Dus ik weet ik precies hoe het is als je echt ver over je grenzen gaat. En ja, en ik merk vooral ook bij mezelf dat ik bijvoorbeeld ook heel gevoelig ben voor een bepaalde soort voeding. Allergiegevoelig, heel gevoelig voor middelen, medicatie, alcohol ook. Daar ben ik ook nu op later leven pas achter. Dat mij ook uit balans trekt. Dus echt body, mind and soul, hè? Het is body, mind and soul. Het is echt het totaal plaatje. Ja.
Dus wat dat betreft heb ik er met de jaren mee heel veel over mogen leren. Maar ook met vallen en opstaan. Ja. Dus... Ja, ik kan me voorstellen. Wat je zegt, dus is vooral... Ja. En echt, dat bedoel ik met de kracht. Ik voel ook gewoon wat iemand nodig heeft direct. Ik kan naast iemand staan bij de bushalte. En zo bijna een hele geraamte voelen wat er gaande is. En dat is best wel verwarrend. Best wel verwarrend als je dat dan meemaakt. Totdat je doorhebt dat het eigenlijk een kracht is. Mm-hmm. Want ik gebruik het in mijn werk. Ja, ik gebruik het in mijn werk als trainer, als coach, als healer of hoe je het mag noemen. Je gebruikt het. Maar dat heeft wel even geduurd. Dus vaak moet je een paar keer struipen voordat je daar doorheen gaat. Ja. Wat jij ook zegt. En daarom is het ook zo belangrijk om bij de kinderen te beginnen. Mm-hmm. Dat die een grote fundering krijgen, dat ze verder kunnen. Ja. Maar we gaan even naar een vraag van een volger. Even kijken wat... hoe onderscheid je eigen emoties, energie, met de energie en emoties van een ander? Mooie vraag. Een hele mooie vraag. Ja. Ja. Dus, heb jij daar ideeën over? Ja, zeker. Dit is echt een stukje gronden, letterlijk voelen wat van jou is en wat van de ander is. Ja, ik heb tegenwoordig daar een beetje een techniek voor. Elke ochtend als ik opsta, dit is echt standaard. Mm. Ik voel het verschil als ik het niet doe. Mm. Dan zet ik mezelf in een soort van ei. Ik noem het een beetje een cocon, dat is mijn coconnetje. Yeah. En ik aard me dan ook letterlijk door een meditatieoefening. De koorden de grond ingaan, dat ik me aard. En dat ik de hele dag beschermd ben tegen energielekken en tegen energie stelen. Stelen, om het zo te noemen. Yeah. Maar die gaan we even onder de comments zetten voor jullie. Ja, dat werkt. Want ik heb ook dagen meegemaakt dat ik het bijvoorbeeld vergeten was 's ochtends. Dat is nog een tijd terug, dat ik daar wat lakser mee omging. Ik heb het geweten. Want de hele dag ben ik overprikkeld. En het is gewoon letterlijk met jezelf je mindset. Hè? Gewoon letterlijk je energie beschermen. En kristalliseren. Dus gronden, aarde. Dat werkt heel goed. Okay. En nog kom je wel tegen. Want kijk, ik kom vanuit mijn werk. Mm. Heb ik niet alleen mensen in mijn praktijk natuurlijk. Maar ik kom ook bij mensen thuis. Oh ja. Je komt in de energie van mensen thuis. Ja. Ja, dan grond ik me sowieso voordat ik naar binnen ga. Ja. Er komt heel veel op mij af. Ik voel van alles. En soms benoem ik het ook. Zit ik met een gezin of met een cliënt of hoe je dat wil noemen. En dan zeg ik ook, ik voel je. Ja. Ik voel nu ook echt letterlijk. Mooi. En het geeft ook verbinding. Dat is ook iets heel moois. Ja, dat geeft ook weer connectie. Dat is mooi gezegd. Ja. En dus dat doe je als je binnenkomt. Ja. En kijk, het onderscheiden. Hmm. Als ik een voorbeeld van mijn dochter bijvoorbeeld, die zat naast een jongen die niet zo makkelijk had in de klas. Ja. En wat gebeurt er nou? Heel vaak hooggevoelige of hoogsensitieve mensen trekken mensen aan die het niet zo makkelijk hebben. Het heeft te maken met het energetisch niveau. Dat wordt gewoon, dat zo werkt dat. Hè? Dat trek je aan. Waarschijnlijk herkennen jullie dat wel. Nou, mijn dochter heeft dat dus ook. En dan zit ze naast een jongen. En dan, voor de jongen gepraat heeft, weet ze al dat het thuis zo lekker gaat. En dat, maar in het ze weet het niet echt. Pas als ik met haar praat en doorvraag, dan zegt ze ineens, ja, maar eigenlijk weet ik het niet, maar ik weet het wel. Mm-hmm. En dan komt ze thuis helemaal gedrained, helemaal moe en kapot. Ja. En dan kun je natuurlijk edelstenen gebruiken om jezelf te beschermen. Dat kan je in je borst doen, dat kan je in je zakken doen, in je haar. Hè? Dus dat geef ik ook aan mijn dochter. Maar tegelijkertijd is ook van je afschrijven, van je afspreken, inspreken. Want ik denk eerlijk gezegd, als jij er mee eens bent, dat het bijna... Nee, het is wel mogelijk om te onderscheiden. Maar tegelijkertijd zal je altijd wel iets voelen van iemand op meenemen. Ja, absoluut. Absoluut mee eens. En dus als de vraag is, hoe onderscheid je? Ja, dat is mogelijk. Met gronden enzovoort. Ja. Maar volledig weet ik niet. Ja, en onderscheiden zit natuurlijk ook in van... ken je jezelf zo goed op een gegeven moment, mm-hmm. dat je weet wat van jou is en wat van de ander is. Oh ja, mooi. Ja. Want dat is natuurlijk ook een onderscheid maken. Hè? Van ik zeg maar wat, mijn emoties zijn blauw of zo. Ja. En wat ik nu voel is groen. Juist. Of wat die persoon heeft is een beetje geel. Ja, ik geef maar even een kleur aan. Hele mooie, Maar ja, weet je, kijk, en laten we niet vergeten, 20% van de mensheid is HSP. Ja. En het is een gevoelig zenuwstelsel. Dus wetenschappelijk ook bewezen dat het geen zweverig iets is. Nee. Het is een gevoelig zenuwstelsel. Mm. Net zoals dat een
een deel van de mensheid blauwe ogen heeft en groene ogen heeft. Ah, zo, ja, mooi gezegd. Is 20% van de mensheid is HSP'er. Oké. Okay. Dus ja, je komt ze tegen en absoluut, mensen zoals wij, wij trekken het ook aan. Ja, want klopt. HSP'ers klikken heel goed met HSP'ers. Klopt. Maar ook heel goed met ADHD'ers. Ja. Maar goed, daar komen we later dan. Ja, inderdaad. Dus dat is interessant, hè. Dus hopelijk dat we zo jullie je vraag hebben beantwoord. Mooie vraag. En we hebben een volgende vraag van een volger. Wat zijn volgens jullie de vooroordelen en misverstanden over HSP? Ook een hele mooie vraag. Ja, hele mooie vraag, ja. Jeetje. Ja, ja, wat zijn de misverstanden? De misverstanden die ik zelf heel erg tegenkom is... ook mensen die ik daarin begeleid. Niet begrepen voelen, dat er gezegd wordt, je stelt je aan, kom op, dat je bijna wordt gepusht om ook over je grenzen heen te gaan. Dus die erkenning mist. Ja, okay. Maar ook wel een stukje dat het verward wordt met ADHD. Van, oh ja, je hebt hier weer zo'n ADHD'er. Oh, ja. Terwijl daar echt wel aanzienlijk verschil in zit. Ja, absoluut. Ja, ja. En ik denk, qua veroordeling is het vaak wel, die is te sensitief. Oh ja, dat is zo'n... Ja, ze heeft laatst gezegd dat ze hoogsensitief, dat is zo'n zwever. Ja, zo'n zwever. Ja, zo'n hoogsensitief. Ja, fantastisch hè, hoe mensen snel veroordelen en wijzen. Dat is interessant. Ja, laat maar, tegen haar kan je niks zeggen, want ze is zo'n hoogsensitieve. Die hoor ik ook veel omheen. Ja. En ja, terwijl het eigenlijk gewoon een gevoelig zenuwstelsel is en de prikkels intenser binnenkomen. Ons brein verwerkt het letterlijk anders. Anders, net dat als ze zeggen, groene ogen, blauwe ogen. Het is gewoon even anders. Het is gewoon een verschil. Maar ja, daarom is het ook mooi dat er meer over wordt gesproken, dat er veel meer aandacht aan wordt besteed. Want zelfs wij komen vanuit ons vak ook heel veel op scholen. Wij hebben deze gesprekken ook met docenten. Oh, mooi. Van wat is het verschil tussen ADHD en HSP en hoe ga je daar met jongere kinderen dan ook op de basisschool mee om? Mee in gesprek ook. Mee in gesprek. Dus dat meer, ik voel ook veel meer dat het veel meer gedragen wordt ook hoor. Vergeleken met bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Ja. Dat is wel echt wel een verschil. Ja, dat is een verschil. Dat vind ik ook. Het dat meer het echt anders is. Ja. En natuurlijk, kijk, ik denk dat waar we naartoe moeten, hè. Als je de vooroordelen, de misverstanden, gaan nooit uit de weg. Gaat nooit weggaan. Nee. Want alles wat anders is, wordt gezien. Alles wat niet normaal is, wordt gezien. Terwijl het hartstikke normaal is. Alleen, want ik bedoel, blauwe ogen, bruine ogen, groene ogen. Het gaat erom ook hoe wij zelf van binnen onszelf veroordelen. Ja. Daar begint het. Want wat de buitenkant denkt of vindt, dat kunnen we niet veranderen. Maar wel hoe wij er van binnen mee omgaan. Wat is jouw eigen vooroordeel naar jezelf toe met betrekking tot HSP? Wat is jouw eigen misverstand met HSP? Want dan zal je het altijd uitstralen en ben je ook altijd gevoelig als daar een opmerking over gemaakt wordt. Ja. Want hoe mooi is het als je weet dat het je kracht is? Ik zie het totaal niet als zwakte, echt totaal niet. Het helpt mij zoveel, niet normaal. En tegelijkertijd word je op een duur ook master erin om die balans elke keer in die dans. En ook, soms vind ik het ook gewoon grappig, ik denk, oh Mirai, ben je er weer, ha, ja toch? Ja. Nee, oké. Okay. Ja. Did it again. Ja, weer over mijn grenzen gaan. En lachen dan om, in plaats van, waar heb ik HSP of dit. Nee, dat is zo mooi. Vind daar je kracht in. Absoluut, mee eens. Ja, ik vind het ook echt een gave. Ja. En dat is ook, ik heb een hele groeiproces daarin doorgemaakt. Ik vind het absoluut een gave. Ja. Het is zo mooi om aan te kunnen sluiten bij mensen, dat je feilloos aanvoelt. Het heeft zoveel voordelen. Het is eigenlijk heel magisch. Ja, magisch. Sorry, ik doe het helemaal van tot dat, maar ik vind het echt magisch. Wat vind je trouwens van omelet? Hij is gewoon bijna op, hij is zo lekker. Lekker, mag heel vaak voor maken. Kijk, ik kom vaak hier langs. Benieuwd. Echt benieuwd. Mooi boekje jongens. Nee, je altijd welkom. Kijk, het is zo'n mooi boekje. Oh ja, heel mooi inderdaad. Ja. Ik hou ervan. Idee of zo. Ja, dat idee. Even kijken, wat voor vragen we nog meer hebben. Is het erfelijk? Vind ik ook een mooie vraag. Hè? Hele goede vraag. Ja, is het erfelijk? Ik krijg deze vraag ook vaak van ouders ook inderdaad. Ah, ja. Nou, het mooie is dus, er is heel veel onderzoek naar gedaan. En ja, het is erfelijk. Het wordt echt op DNA-niveau doorgegeven. Mm. En wat dus ook de ervaring leert, en dat is ook wat ik in het werk veel zie,
Dus dat als er een hoogsensitief kind is, dat er vaak een ouder is die hoogsensitief is in het gezin. Of soms zelfs een dubbel op heeft, hè, een diagnose ADHD en hoogsensitiviteit, die kom je ook tegen. Of dat een ouder ADHD heeft en het kind hoogsensitief is, of andersom. Oh ja. Ja. Dus absoluut, ja, het is erfelijk en dat hoeft helemaal niet heel vervelend te zijn. We hadden het net al over, het is een gave, het is een kracht. Ja. Dus op het moment dat jij als ouder zijnde weet hoe je daarmee om moet gaan, kan je kind daar heel goed in begeleiden. Ja. En kan je dat zelf niet, zijn daar echt hele mooie coaches voor of begeleiders die daar natuurlijk wel iets in kunnen betekenen. Ja. Dus ja, het is erfelijk. En het ook, is erfelijk, ja. Het is dus eigenlijk, als je het hebt, omarm het. Ja. Echt, het is ik kan me voorstellen als je jong bent, je kijkt toevallig nu dat je denkt, ja, maar hoe dan? Ik denk namelijk dat mensen die HSP hebben, een levenspad in hun leven hebben die ze, waar ze echt doorheen moeten om juist daar de kracht te gaan vinden. Ja. Ik denk dat je daarbij niet omheen kan. Het is een onderdeel om in te zien, wat zijn nou grenzen? Ja. Wat zijn nou... hoe moet ik nou rust nemen? Hoe moet nou wat is balans? Ja. Wat zijn mijn emoties en andere? Ja. Wanneer herken ik een vampier? Ja. Wat zijn vampieren? Oes, leg het uit. Ja. Nou ja, vampieren inderdaad. Ik noem het altijd mooi dat jij dat zo zegt. Ja. Inderdaad, ja, nou, ik noem het eigenlijk altijd als iemand anders zijn stekker in jouw oplader wil steken. Zo leg ik het ook wel eens aan jongeren uit. Van, dat iemand goed bedoeld hoor, dat hebben sommige mensen niet door, maar dat ze dan voelen dat jij hun heel goed aanvoelt. Ja. En dat is eigenlijk dat ze eigenlijk al hun ellende of alle dingen die hun bezighouden dan bij jou. Ja. En letterlijk zich willen opladen aan jou. En eigenlijk als hoogsensitief persoon voel je dat wel, soms ben je daar nog niet. Maar als je het aanvoelt is het heel belangrijk om daar je grens in te stellen. Die ei. Ja. Ei of vuur om je heen zetten of blauw om je heen zetten. Je kan heel verschillende dingen wat je kan doen. Die is echt belangrijk, hoor. Heel belangrijk. En wat ik ook belangrijk vind, een liefdevolle nee is ook oké. Ja. Dat is wat ik ook altijd zeg. Dat je ook durft te zeggen van nu even niet. Ik ben zelf nu op dit moment heel gevoelig. Ja. Ik kan het er nu even niet bij hebben. Ja. En nee zonder uitleg is ook goed. Nee is ook. Ja, liefdevolle nee is ook oké. Ja, hoef je niet eens uitleg. Je hoeft niet uitleg te geven. Heel vaak hoor ik ook, ik kan niet, want ik heb morgen een hele uitleg. Ja. Niet belangrijk. Ja, kijk wat bij je past, hè. Ja. Ik bedoel, wat is jouw manier en wat is jouw way of nee zeggen? Ga ermee oefenen vooral, zeg ik altijd. Ja. En nu jij deze ook aanstipt, bedenk ik me dat hier ook een vraag over is gekomen. Vertel. Vanuit onze post. Oh ja. Daar werd ook gevraagd van, ik neem al veel rustmomenten, alleen het lijkt niet genoeg te zijn. Dus wat kan ik nog meer doen? Oh ja. Nou, ten eerste wat er dan bij me opkomt is, hoe zien jouw rustmomenten eruit? Is dat echt rust nemen en uitstaan? Of ben je dan nog aan het Netflixen of zit je nog op je telefoon? Dat is absoluut verschil. Alleen nog maar prikkels tot je nemen. Dus ga daar eerst naar kijken. Wat doe ik dan precies? En daarnaast, hoe laat jij dan op? Hè? En wat maakt dat je nu het idee hebt dat je niet voldoende hebt aan wat je doet? Dus ga ook heel erg zelf die reflectie, hè? Die reflectie met jezelf. Want wij kunnen nu met allemaal natuurlijk oplossingen komen, maar het is natuurlijk, het is uniek, hè? Het is maatwerk voor jezelf. Het is maatwerk, want wat voor jou werkt, werkt voor mij niet. Nee. En misschien wel weer voor jou en andersom. Ja. Dus het is per persoon. Ik laat bijvoorbeeld heel erg op als ik de natuur inga. Ja. Ik mediteer heel veel. Mindfulness en meditatie is echt de key. Ja. Maar goed, sommige mensen die willen daar niet aan. Nee. Ja, dan moet je andere manieren gaan. Ja, waar wil je dan wel aan? En in hoeverre veroordeel je ook het stukje rust nemen? Hè? Absoluut. Ja, dat is ook niet vergeten. Want vaak de acceptatie dat je dat nodig hebt, heb je daar moeite mee. En dan in die moeite hebben, rust hebben, is geen rust hebben. Dus hoe ga je dan... ik blijf zeggen, het gaat echt van binnen naar buiten en niet van buiten naar binnen. Dus wat heb jij nog te doen over overtuigingen, gedachtes, ideeën over je eigen HSP? En daar moet je eerst naar gaan kijken. Wat is rust voor jou? Exact. Zonder wat rust voor anderen is, hè? Ga niet
Het is mooi dat je naar ons kijkt natuurlijk, het is mooi dat je boeken leest en alles. Ja. Maar wat is rust voor jou? Ja. Want rust voor mij, ja, is echt grappig, maar ik ben dus die HSS, als we toch in kaders praten. Ja. Ik ga naar een festival toe en ik dans van A tot Z en ik ben helemaal oké. Okay. Maar ik weet nog wel dat ik een partner had, die ging dan mee en die werd helemaal niet goed. En die was HSP. Ja. En die wilde juist, die vonden mensen te veel. Mensen, als ik bij mensen ben soms, niet altijd hoor, laat me juist op. Dan denk ik, zo. Maar anderzijds, als ik dan werk met klanten soms weer, of met cliënten, dan is het wel af en toe van, oké, dan is het weer een andere energie. En dan kom ik weer meer in de HSP-verhaal. Waardoor ik dus eigenlijk niet naar een festival moet, maar dan moet ik weer inderdaad meditatie, meer op mijn energie gaan letten, enzovoort. Ja. Dus het onderzoek naar jezelf, heel belangrijk. Maar ik denk dat je het al lang al weet, het begint bij jezelf dus letterlijk. Ja. Zonder oordeel. Maar vaak zit er al een oordeel op. Ja. En ook vaak is dat onzichtbaar, die oordeel. Ja. En dan zeggen we dat andere mensen ons niet begrijpen, maar begrijp je jezelf. Ja. He, dus dat stukje, ik denk dat heel belangrijk is voor kinderen natuurlijk. En ook als je kinderen hebt en je praat erover, let op dat je niet met een oordeel praat. Praat met een kracht. Het is een kracht, het is een gave, het is magie. Ja. Absoluut. Het is heel erg bepalend hoe jij als ouder daarmee omgaat en hoe je kind dat oppikt. Hè? Ja, als jij het als een ballast ziet, dan gaat je kind dat natuurlijk ook als een last ervaren. Dus enorm. Het is echt wel hoe sta je er zelf in, hè? En hoe ga je er zelf mee om? Absoluut. Ja. Dus het is een uniek iets. En, heb je nog een persoonlijke ervaring waar je van denkt van nou, dat wil ik wel delen, want dat is wel kenmerkend van misschien in het begin. Vooral het beginstuk. Ik denk als je net begint met het gevoel dat je HSP bent, waar lopen we dat meest tegenaan? Ja, waar ik het meest tegenaan ben gelopen, dat ik niet wist wat me overkwam. Dat ik het altijd heb gedacht dat het in een ander stuk heeft gelegen. Persoonlijk stukje even, ik heb wel wat jeugdtrauma's opgeruimd inmiddels. En ik heb altijd gedacht dat dus het aan die trauma's heeft gelegen. He, nu ben ik jaren verder. En wat je dus ook vaak zal zien, is dat hoogsensitiviteit vaak ook gepaard gaat. Soms zitten daar trauma's onder. Een HSP'er die geen trauma's heeft, en een HSP'er die wel onverwerkte trauma's heeft, is een hele andere, hele andere dynamiek. Een hele andere uiting ook. Ja. Dus ik heb het heel lang gezocht in, maar wat me overkomen is de reden dat ik ben zoals ik ben. Mm-hmm. Maar die sensitiviteit was er altijd al. Want ik ben daar in mijn jeugd nooit door in gezien. Nee. Dus, mijn ouders hebben dat nooit op die manier gezien, geweten. Scholen waren daar toen nog niet. Nee. Ja, dus waar ik vooral tegenaan ben gelopen, is dat het allemaal zo binnenkwam. En dat ik op een gegeven moment dacht, in mijn burn-out ben ik pas echt gaan... In rust vind je kracht, hè? Ja, in rust vond ik kracht. En daar ben ik pas gaan herkennen, ontleden. En toen pas ben ik het goed gaan snappen. Ook hele goede begeleiding in gehad. Ah, mooi. Maar toen ben ik het gaan snappen. En toen ben ik het ook echt als een kracht gaan zien. Ah, daar mooi. Is de switch gekomen. Ja, heel mooi. Ja. Nou, dat zeg je heel mooi, ja. Vanaf daar ben ik het gaan omarmen. Daar ben ik gaan omarmen. Dus vaak, jammer genoeg, moeten soms vallen, hè? Ja. Want over burn-out gesproken, ik weet ook nog heel goed dat ik mijn dochter kreeg. En daar bovenop mijn man wegging. Dochter kreeg, burn-out kreeg, ernstige burn-out. En zo ernstig dat ik, jongens, niet uitlachen. Maar dat ik dan mijn dokter belde en zei, joh, luister dan. Gewoon even een pilletje, ik heb hier helemaal geen tijd voor. Ja, ja. Nou, weet je, dan hoezo? Je bent heel erg aan het overvragen dan, hè? Dat gaat echt veel te ver. Ja. En zei de dokter, sorry mevrouw Bruin, u heeft een ernstige burn-out. En daar wilde ik niet aan, hè? Door. Het heeft ook met perfectionisten te maken vaak. Voor andere mensen en werk voor andere mensen. En daarbovenop verloor ik mijn broertje ook nog. Dus het was een achter elkaar. En... Ja, ik wil niet zeggen dat je het nodig hebt hoor, om het door te hebben, maar ik denk wel, wanneer je het niet meer weet en wanneer je echt op de grond ligt en dat je eigenlijk niemand meer hebt, dat je vaak achterkomt wie je zelf bent en hoe krachtig wezen je zelf bent en wat je eigenlijk allemaal in huis hebt. En ze zeggen ook vaak, mensen die burn-out hebben zijn eigenlijk hele sterke mensen, want die kunnen zijn in staat om maar door en door te gaan, tegelijkertijd hebben het nodig om te balanceren. Ja. En daar kwam ik ook meer achter van... Maar wacht even, het is eigenlijk een hele mooie kracht. En het is niet zwak. Ik dacht vroeger dat het altijd een beetje zwak was. Wat een gezeik. En toen kreeg ik dus mijn dochter. Ik weet nog heel goed. Ze gaat naar de opvang toe. En er komt een hele grote vrachtwagen langs. En ik kan zelfs gewoon
dat is echt weer die HRSS, dat ik denk, vrachtwagen gaat geluiden, weet niet, dat is wel lekker. En mijn dochter was helemaal, echt nou, het leek net of ze dood ging. Ik dacht echt, en toen dacht ik echt zo van, zo'n lightbulb, oh my god, HSP'tje. Heel bijzonder moment. En soms denk ik ook dat je mensen in je leven krijgt, dus al net als mijn kind, om ook zelf die HSP bij mij omhoog te krijgen. Maar ik heb het heel lang een beetje weggeduwd en het als zwak gezien. Hmm. En mijn dochter liet het eigenlijk zien hoe mooi en hoe zacht het is en hoe krachtig. Ja. En dat het eigenlijk gaaf is. Dus ja, dat heeft mij heel erg geholpen. Mooi. Ja, zo'n mooie spiegel ook altijd. Kinderen zijn zo'n mooie spiegel ook. Ja, prachtig. Ja, weet je, kijk, ik, dat is ook een grappig. Hè? Jij vertelt al nu over het verlies van je broer. Ja. En weet je, dat komt dan bij mij. Ik voel het dan helemaal. Ja, helemaal voel. Ja. Ik zit het helemaal een beetje zo. Mooi het zeggen, Dit is ook interessant. Ja. Ja. En weet je, dat resoneert ook zo. Want als ik dan kijk naar mijn burn-out. Mijn moeder is in september 10 jaar geleden overleden. En dat is mijn dieptepunt geweest. Mm. Ik ben toen zo enorm diep gegaan. Tot een depressie aan toe. Het is echt heel heftig geweest. Alleen, wat ik dus besef, is dat soms moet je dus in het leven balans kwijtraken. Dus letterlijk disbalans voelen om weer in balans te kunnen komen. Absoluut. Dat is echt wat het mij geleerd heeft. Ja. Soms moet je echt op het donkerste plekje van de bodem van de put zitten. Ja. Om uiteindelijk jezelf te snappen en daar weer uit te komen. Helemaal met je eens. Ja. Heel mooi dat dat als aanvulling zegt. Want, jongens, kijk, natuurlijk, ik hoop gewoon voor jullie dat dat niet nodig is om daar naartoe te komen. Tegelijkertijd denk ik wel dat het je. Ik geloof dat je in het leven een aantal epiphanies hebt. Bepaalde, ik noem even injecties hebt. Hmm. Dat je echt denkt, dat kan ook bijvoorbeeld nu met wat er nu gaande is in de wereld. Dat je ineens denkt, wow. Hmm. Maar in die wow word je eigenlijk door, waar je ook in gelooft, het universum naar binnen getrokken. Ja. Om weer te gaan voelen. Want dat is ook HSP eigenlijk. Hè? Absoluut. Ja. We moeten gaan voelen. En de maatschappij dwingt ons om alleen vanuit het hoofd te werken. Ja. Hè? Wat, hoe, waarom? Nee, wat voel je eigenlijk erbij? Ja. Dus iemand vraagt je wat. Dat is ook niet zo'n tip. Iemand vraagt je wat. En je weet niet meteen. Vaak willen we vanuit het hoofd meteen reageren. Want dat hoort zo. Nee. Bij jou hoort dat dus niet zo. Nee. Je kan ook gewoon zeggen. Ik kom erop terug. Ik weet even niet, ik laat je later weten. En heel vaak als je dan even mee zit, denk je, nee, ik heb helemaal geen zin. Ik ga dat niet doen, of dat wil ik niet. Ja. En dat is het antwoord. Ja. Maar we hebben even die trechter nodig. Ja. Mijn dochter zegt heel vaak, als ik zeg, wat voel je dan? Geen idee, dat zie je helemaal zo. Ik weet het niet. Ja. En als ik vroeger, heel vroeger, zou ik echt denken, ja, hoezo weet je dat niet? Ja. Weet je wel? En nu denk ik, nee, dan komt ze later misschien een uurtje of 2 uur later terug. Ja man, dit was het. Ja. Zo werkt het gewoon, dat is veel krachtig. Ja, zo werkt het ook. En, we kregen toevallig ook een vraag hierover van depressie, stress en burn-out. Oh, ja. Is dat gelinkt aan HSP? Ja, in de zin van HSP'ers zijn wel gevoeliger voor depressie en stress en burn-out. Zeker, omdat ze zoveel prikkels binnenkrijgen, raak je ook sneller overprikkeld. Dus dat is in principe wel absoluut een link. Ja, en, geloof ik. Ja, weet je, misschien ken je zelf wel. Of ken je mensen die zich wel eens op het werk op het toilet opsluiten. Of eventjes om tot zichzelf te komen. Nou, je hebt jou of je dokter wel eens verteld. Ik doe het dus ook af en toe. Als het mij ergens te veel wordt, ga ik wel eens eventjes een kwartier even in een andere ruimte zitten. Om mezelf even helemaal af te sluiten. Maar doe het dan ook. Ga niet denken van het is gek of raar. Nee. Stop daarmee. Ga dat ook gewoon doen. Gewoon. Even afstand, pak even je ruimte, al ben je op een feestje en denk, eigenlijk zeg je wordt gewoon uitgenodigd om de meester te worden van jezelf, meester van je emoties. Maar hoe krachtig is dat? Dat kan niet iedereen, hè? Ja. Maar dat kan jij wel. Door in te zien als je midden in het gevoel zit, oké, ik heb nodig. Eigenlijk is HSP eigenlijk, doe wat je nodig hebt, punt. En niet doe wat andere mensen vinden dat je nodig hebt. Jij bent de kapitein van jouw eigen schip. Ja. En jij kent je handleiding het allerbeste. Niemand anders voor jou. Juist. En een leuke tip die ik ooit toen ook kreeg in de begeleiding was. Als je een drukke ruimte ingaat. Bijvoorbeeld een festival of een zaal waar heel veel mensen zijn. Als je naar binnen gaat, ga niet meteen om je heen kijken. Oh. Kijk eerst naar beneden. Ga rustig de ruimte in. Ga voelen en ga gefaseerd. Oh, mooi.
dingen in je opnemen, dan komt het minder heftig binnen. Nou, ik ben het gaan proberen en het werkt echt. Dus eigenlijk ga ik naar beneden. Ja, je gaat dan zo rustig. Oh, die is echt mooi. Ja, je gaat eerst voelen. Je gaat de ruimte eerst een beetje eigen maken voordat je meteen binnenkomt. En want dit is wat we doen, hè? Herken je dat? Ja, ja. We kunnen alles voelen, hè? Dus we denken van, wat is de ruimte? Oh, dat is niet goed. Dat is wel goed. Dat is wel. Exact. En dan ben je kapot. Ja. Ja, of dat je in een restaurant zit, ik weet niet of je dat herkent, dan zit je lekker te eten en is daar iemand aan het kibbelen. En dan degene die aan het eten totaal niet door. En ik ben al afgeleid, maar is daar dus iemand. Zit dan zo'n, dus een hele spriet zit allemaal daar of daar. Of daar gaat iets mis, weet je wel, achter de bar. En ja, ik ken dat echt. Ik ken het heel goed, ik ken het heel goed. Ja. Ja, ja, het is super interessant. Het is dus een kracht. Het is een gave. Het is ja, een magie. Ja, absoluut. Absoluut. Echt. Dus tenminste, dat is wel hoe ik het ben gaan zien. En ja. Vind het echt wel zijn mooie kwaliteiten, om het zo te zeggen. Wel, hè? Ja. Nou ja, we hadden wel beantwoord. Wat betekent HSP zijn in jullie leven? Mm-hmm. Hebben we al een beetje beantwoord, hè? Ik denk dat ik nog wel eentje weet. Ja, oké. Okay. Een beetje kort vertellen het verschil tussen ADHD en HSP, maar die vraag heb ik ook vaak gehad. ADHD is echt een diagnose. ADHD heb je natuurlijk verschillende vormen van. Hè? Ik zeg het even in Jip en Janneke taal. De fysieke onrust, de chaos in je hoofd en tegelijkertijd niet kunnen concentreren. Hè? Je hebt verschillende combinaties daarvan. Hoogsensitiviteit is echt een gevoelig zenuwstelsel. Dus dat je de prikkels heel intens waarneemt. Dat is dus wel degelijk iets anders dan ADHD. En HSP is geen officiële diagnose in de psychiatriebijbel, om het zo te zeggen. Mm-hmm. ADHD wel. Alleen HSP'ers en ADHD'ers die hebben heel veel gelijkenissen. Omdat ze vaak, hoogsensitief werk heb je soms ook concentratieverlies of ook snel afgeleid. Dus die snappen elkaar wel weer heel goed. Ja, ik snap. Alleen er is dus wel aanzienlijk verschil. En HSP kan je ook testen, alleen dat moet dan wel in de vorm van erkende vragenlijsten worden daarvoor gebruikt. Oh, ja. En voor ADHD heb je echt een psycholoog nodig, een behandelaar die onderzoek gaat doen of je dat echt daadwerkelijk hebt of niet. Ja, mooi uitgelegd. Dat vind ik echt een hele mooie. Ja. En ineens bedenk ik me, misschien vinden mensen ook wel interessant om te weten, hebben HSP veel copingmechanismen? Even heel kort, coping is dat je iets gaat doen om je gevoel te onderdrukken, constant. Wat ik veel zie is OCD, zeg je dat? OCD? Mm-hmm. Mensen die heel het schoonmaken. Dwangmatigheid. Dwangmatigheid. Dus iets dwangmatig kan er ontstaan, ook bij kinderen. Mm-hmm. Waardoor je denkt, heb ik OCD of zo. Nee, wat zit eronder? Er zit altijd iets onder en het kan, hoeft niet, HSP zijn. Dat je dus niet zo goed kan werken met al wat je voelt, exact. Waardoor je het bijna af gaat vegen en schoonmaken, of te veel gaat drinken, of te veel gaat dansen, feesten, roken, drugs. Blowen zie ik veel onder de jongeren. Ja. Tegelijkertijd, je kan er niet omheen. Links of rechts moet je ermee balanceren. Ja. Want gaat het je overnemen, dan ga je dus iets doen om het te bedrukken. Ja. Maar in het drukken, net als je een ballon zo drukt, de lucht moet er toch uit. Wat gebeurt er dan? Absoluut. Hè? Ja, en mannen vinden het ook lastiger om er vooruit te komen. Dat is ook mijn ervaring. Omdat de maatschappij eist ook mannelijkheid van je. Ja. Ja, en dan als je dan een beetje gevoelig loopt te doen, is daar vaak dan toch ook wel weer komt daar reactie op. Ja. Terwijl eigenlijk van die 20% mensheid die HSP is 50% man, hè? Nee. Ja, ja, ja. Maar zo'n man, hoor. Dus, hè? Ja, hele mooie voorbeeld. Ja, toch? Ja, ik bedoel, iemand die je aanvoelt, die precies weet hou met me. Dat is natuurlijk wel weer, dat is ook weer iets heel moois. Ja. Maar ik denk dat heel veel mannen, tenminste de mannen die ik tot nu toe heb gesproken daarover, die geven dan aan dat ze zich minder snel laten zien wie ze echt zijn. Omdat ze toch die angst hebben van, misschien vinden ze me dan gay. Angst voor afwijzing. Te gevoelig. Hè? Ja, dus dat ze zich toch anders voordoen. Terwijl heel vrouwen dat toch heel mooi vinden. Dus voor de mannen die kijken. Ja, vrouwen komen er sneller vooruit. Gewoon laten zijn. Gewoon laten zijn, alsjeblieft. Dat is een mooie kwaliteit. Je bent mooi zoals je bent. Ja, zeker. En je had nog een paar boeken als tip. Ja, ja, zeker. Elaine en Aaron is eigenlijk de founder, een psychotherapeut die in 1986 de term HSP eigenlijk heeft ontwikkeld. En die heeft hele mooie boeken geschreven, allemaal vertaald in Nederlands. Ja, dit is een werkboek voor hoogsensitieve personen. Staan ook, ik hoop dat je het een beetje kan zien. Ja, ik zet het ook nog even in de box neer. Ja, zetten we nog wel even neer. Ja.
En er staan allemaal opdrachten in, vragenlijsten. Dus dan kan je ook testen of je zelf HSP'er bent. Ja, absolute aanrader. Hele mooie verdeling van de hoofdstukken op alle thema's. En dan hebben we nog een verdieping. Hoogsensitieve personen in de liefde. Dus loop je hier... Ja. Belangrijk, jongen. Loop je nou in de relatie erop tegenaan? Heb je bijvoorbeeld een partner die het niet begrijpt? Of je partner is bijvoorbeeld een heel ander type? En je hebt in de relatie juist moeite daarmee? Dan is dit een heel mooi boek om eerst zelf te lezen, maar ook je partner te laten lezen. Oh ja, voor je partner te laten lezen is ook wel een hele goeie. Ja, absoluut. Echt aanraden. Ik ben helemaal fan van deze boeken. Dus, Nou, ik zet hem ook even in de comments hier. Zeker een aanrader. Bedankt voor de boeken, want ik denk dat ze daar heel veel aan hebben. En bestudeer vooral. En de grootste tip is bestudeer jezelf. Ja, dat zou Wat heb zijn. Jij nodig? Waar kan jij niet zonder mee? Ja. Creëer mensen in je omgeving die het begrijpen. Zoek je eigen tribe op. Ja. Heel belangrijk. Mensen die... je hoeft niet 3 keer uit te leggen dat je even niet kan. Of ik probeer mensen in mijn omgeving te creëren die echt alleen maar aan mijn stemmen horen. Oh, je hebt even je tijd nodig, hè? Hoef je niet 3 keer uit te leggen, hè? Snap je? Dus creëer ook de mensen om je heen. Dat kan alleen als je uitspreekt. En als je alleen maar gaat maskeren, wou ik zeggen. Maar als je een masker voor gaat houden, of meerdere maskers, ga je mensen aantrekken met die maskers. Waardoor je dus niet jezelf kan zijn. Zo belangrijk. En je moet dus in je huis, de mensen in je omgeving, familie is familie. Maar ook daar moet je blijven uitspreken wat je nodig hebt en wat gewoon niet voor je werkt. Zeker. En dan pas kan je ergens komen. Dan kom je in balans. Ja, en weet je, en denk je van, ik kijk nu deze video en ik loop hier tegenaan en het lukt mezelf echt niet. Weet je, durf hulp te vragen. Hè? Ik heb het zelf ook gedaan. Het heeft me super veel gebracht. Zoek iemand op die hier gespecialiseerd in is. Ja, weet je. Kom bijna dus zeggen, zoek haar op. Maar kom naar mij, inderdaad. Kom naar mij. Oké. Maar als je dan een beetje bescheiden. Maar dat snap ik eigenlijk altijd mee bescheiden. HSP. Nee. Mooi toch? Nou, dan ga ik het voor haar doen. Ja. Ze heeft ook een eigen praktijk. Klopt. Ik ga natuurlijk ook even in de beeld laten zetten waar je haar kan bereiken, waar je haar kan volgen. Het is echt een super wijze, krachtige, intelligente vrouw die je heel ver kan brengen. Met heel veel ook. Persoonlijke ervaring, en ik vind het zelf altijd fijn dat je bij teachers bent die ook zelf dingen doorleefd hebben. En dan moet je echt bij Oesma zijn. Dus check haar out. Dankjewel. Dat zou ik heel fijn vinden. We gaan een beetje naar het einde, want we hebben al heel veel beantwoord, zie ik. Ja. We hebben natuurlijk al de boeken. Ja. Ik wilde alleen nog 1 dingetje noemen. Mocht je nou ook meer willen weten over HSP in de combinatie met de voeding. Ja, daar werk ik dus ook mee. Dus dat is misschien al interessant. Want voeding heeft heel veel effect op hoe jij in je vel zit. Oh, ja. Dus dat is misschien nog wel misschien leuk een item voor een andere keer. Of mocht je daar meer over willen weten. Nou ja, je kan me ook mijn Instagram vinden. Dat ga ik dus zo even mooi plaatsen. Ja. Dus voeding is ook erg belangrijk. Absoluut belangrijk. Oes, ik wil je heel erg bedanken. Ja. Voor je bijdrage. Voor deze video, want zonder jou had ik het echt niet gekund. Ik vind het, je hebt super mooie dingen gezegd, mooie tips en ik denk dat mensen er heel veel aan hebben om naar deze video gekeken te hebben. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Share, deel en like onze video natuurlijk. En ik hoop dat je het snel weer ziet.